selectie van Ajax kwam donderdagmorgen bijeen voor de eerste echte training op Nederlandse bodem sinds het trainingskamp in Oostenrijk. Onder de spelers ook de kersverse Ajax-ziet Mike van der Hoorn. Hij er dus bij nadat hij vlak voor de ochtendtraining zijn handtekening zette onder een 4-jarig contract. En terwijl de spelers beginnen aan de warming-up met de teruggekeerde Blind en Van Rijn voorop, begroet trainer Frank de Boer de aanwezige familie van Mike van der Hoorn. Trots kijken zij vanaf de zijlijn toe naar hun zoon en hoe een training bij Ajax verloopt. En zo zien zij hoe de 20-jarige verdediger samen met de van Fulham teruggekeerde Ejong Eno op eigen tempo sprintjes trekt. Van der Hoorn voegt zich later tijdens het positiespel dat deels geleid wordt door Dennis Bergkamp wel bij de groep. En daar zien we ook jarige Job Tobias Sana. De Zweed is vandaag 24 jaar geworden. Iets verderop worden alle centrale verdedigers behalve Van der Hoorn onder handen genomen door Jaap Stam. En Stam is fanatiek. Kom maar. Wel vallen. Ja, goeie. Prima. Leg hem neer. Ja, de klasse. Jammer. Ja, hij gaat eraan. Let op de druk. Kom maar. Hup, Rissi. Doe dat allemaal, hè. Ja. Wie 's ochtends nog moet toekijken bij de training is Bojan Kirkić. Maar ook hij heeft inmiddels getekend en zal donderdagmiddag meetrainen. En wellicht zien we ook van hem dan dit soort doelpunten.